Vandaag en morgen wijken we even af van de gebedskalender. Ik wil je namelijk voorstellen aan twee inspirerende mensen de komende dagen. En vandaag is dat Tara. Tara is nu 15 jaar. En dit meisje wordt vanwege haar geloof in Jezus Christus vervolgd. Door haar eigen familie. Vroeger leed Tara aan een ziekte. En ze bezocht een kerk waar mensen voor haar baden en ze genas. Ze werd christen, maar toen haar familie en de mensen uit haar dorp dat ontdekten, waren ze woedend. Je bent een schande voor ons, zeiden haar ouders tegen haar. Op dit moment woont Tara daarom niet meer thuis. Hoe verdrietig is dat? Dit soort verhalen hoor ik vaak. Dat iemand ervoor kiest om de Heer Jezus te volgen, maar daardoor zijn familie verliest. Bid je vandaag mee voor christenen als Tara, die Jezus Christus hebben gevonden, maar hun familie nu moeten missen? Op opendoors.nl/Tara vind je meer over haar verhaal.